Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze wekelijkse portfolio update video, waarin ik jullie een app ga laten zien op basis waarvan ik dividendaandelen ga kopen en ook verkopen. Die wil ik graag met jullie delen en daarnaast heb ik dividenddoelen voor mezelf opgesteld voor de komende 15 à 20 jaar, die ik ook graag wil delen in deze video. Als we beginnen met mijn portfolio hier in Getquin, dan zie je dat ik ten opzichte van vorige week ietsjes ben gestegen, staan momenteel op $28.500 aan portfoliowaarde. En mijn top 10 is ook een klein beetje veranderd. De All World ETF staat nu op nummer 1. Ja, het is ook logisch dat die positie groter wordt, omdat ik daar wekelijks op in blijf leggen. En Meta Platforms, die is ook weer in dit lijstje erbij gekomen. Nou, zoals gezegd wil ik de app laten zien die ik ga gebruiken voor het kopen en verkopen van aandelen. Dat is gebaseerd op de Dividend Freedom Tribe. Dat is een van de groepen waar ik lid van ben op Seeking Alpha. Ja, zij hebben een aparte app. Die kun je hier zien. Daar kun je jouw transacties invoeren. Dus jouw hele portfolio kun je invoeren. Zie je hier mooie plaatjes. Jouw spreiding per sector. Hoeveel dividend je ontvangt, etc. Maar een hele mooie functionaliteit daar is de Eagle Eye. Ja, en dan zie je van jouw aandelen of ze in de watchlist staan van deze groep, in de buylist. Of het een fair weather of all weather aandeel is. Een all weather is gewoon een heel goed aandeel. Fair weather is iets minder kwalitatief, maar wel een heel mooi aandeel die zij ook in portfolio hebben. Maar wellicht met een hoger risico. Nou, wat wil ik dan laten zien? Stel, ik heb de Deutsche Bank in mijn portfolio. Die heb ik niet, maar daar heb ik een optie op lopen, een put-optie op verkocht. Nou, dan kun je die ook opzoeken. Deutsche Bank. En dan krijg je dit te zien. Nou, dit is dus wat ik meer ga gebruiken in mijn strategie. Nou, natuurlijk de fundamentals, zoals eerder aangegeven, is heel belangrijk. Dus gaat het bedrijf meer omzet maken? Genereren ze meer winst? Hoe is de dividend payout? Dus hoe is de hele dividendhistorie? Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar als je een groep hebt als dit, met een app zoals dit, ja, dan is dat echt enorm fijn om dat te gebruiken en ja, mee te laten wegen in jouw aankopen en verkopen. Nou, dat was ook een van de redenen dat ik een put-optie had verkocht op het aandeel Deutsche Bank. Want dit is een aandeel die zij in hun low-yield portfolio hebben. Ze hebben drie portfolio's, dat heb ik wel eens eerder verteld. En één daarvan is de low-yield portfolio. Dit aandeel staat op de buylist en hun geven aan, het is een goede aankoop onder de $20. En boven de $33, dan moet je weer gaan kijken om het te verkopen. Nou, het is wel een fair weather, dus geen all weather aandeel, wat wel betekent dat het wellicht een hoger risico is. Nou, hier zie je nog hele mooie statistieken, dus bijvoorbeeld de groei, de dividendgroei, de CAGR, dus de compounded annual growth rate, 49% 1 jaar en over de 5 jaar 31,6%, wat hele goede groei is. En als je dan in de groep van hem kijkt en je zoekt bijvoorbeeld op DB, Deutsche Bank, ja, dan zie je voor die ticker, dus ook onder andere bij dit artikel van 28 oktober, dat het aandeel op hun buylist staat. Ja, dan zie je een heel artikel wat je door kunt lezen met de gehele analyse, echt enorm lang. En hier bovenaan zie je de samenvatting. Dus dit is de onderliggende reden waarom hun het op de buylist hebben gezet, dus op de aankooplijst. En dit is de verwachting die ze hebben, dus dat het aandeel $30 tot $40 kan bereiken aan koerswaarde in 2026. Nou, het aandeel staat nu op, even kijken, $16, bijna $17. Dus ze denken dat het aandeel zeker kan gaan verdubbelen in de komende paar jaar. Ja, en hier rechts zie je een belangrijk ding, deze grafiek. Ja, daar zie je dus waar het aandeel zich nu bevindt qua koers, dus dat is het donkerblauwe gedeelte. En op basis daarvan zie je dat het aandeel ondergewaardeerd is.
Nou, komt het aandeel hier rond de $40, dan is het licht overgewaardeerd. En in het donkerrode boven de $50, dan is het echt overgewaardeerd. En dan zou je dus een keer moeten kijken om het te verkopen. Ja, voor nu zeggen zij al verkopen boven de 33. Als je dat nu bekijkt, is dat in de licht overgewaardeerde gedeelte. Dus dit is een hele mooie tool die ik met jullie wilde delen. Check even de link in de beschrijving in deze video. En ik zal hem ook nog even in de reacties van deze video zetten. Het kan trouwens zijn dat hij niet werkt, maar klik dan even de andere links aan en zoek dan op The Dividend Freedom Tribe. Dan kom je er ook. Dus dat is het aandeel Deutsche Bank en hoe ik dit gebruik. Ik kan ook nog een keer een video maken over alle andere opties. Want je ziet, ze hebben een buylist, watchlist, selllist, verschillende portfolio's. Je eigen portfolio kun je erin zetten. Heel veel verschillende opties heb je hier. Een chatroom, artikelen, retirement solution, waarbij je allerlei berekeningen kunt doen. Dus daar kan ik nog wel een keer een aparte video aan wijden. Als je daar interesse in hebt, laat dat even weten in de reacties onder deze video. Als ik dan even naar mijn presentatie ga, dan had ik nog een ander ding wat ik wilde delen. En dat zijn de dividenddoelen die ik voor mezelf heb opgesteld. Nou, zoals jullie weten maak ik maandelijks een video met hoeveel dividend ik in een bepaalde maand heb ontvangen. En dit overzicht wil ik dus echt gaan gebruiken om mijn dividenddoelen vast te stellen en kijken of ik op koers lig. Of dat ik wellicht voor of achterloop op de doelen die ik eerder heb gesteld. Nou, dus het gaat om het uitgekeerde netto dividend die ik in een bepaalde maand heb behaald. Dus in 2023 wilde ik $25 aan dividend in een bepaalde maand behalen. Netto dividend. Nou, dat heb ik behaald in januari 2023. In 2024 wilde ik $50 aan netto dividend in een bepaalde maand behalen. Nou, dat had ik al in juni 2023 behaald. Ja, en verder heb ik deze andere doelen voor mezelf opgesteld. Dus in het eerste halfjaar van 2025 wil ik $75 behalen. In 2026 de $100 en $150. Ja, het kan zomaar dat dit 2027 wordt, maar ik wil ze toch allebei in 2026 proberen te behalen. Dus binnen 2 jaar. Dan $2030, $250. 2035 de $500. En in 2040, dan ben ik ongeveer zo'n 50 jaar oud, dan wil ik de $1000 hebben behaald. Ja, je kunt misschien denken dat zijn geen hele harde stijgingen, maar waar heb ik het dan op gebaseerd? Eigenlijk hierop, je kunt een dividendcalculator gebruiken. Nou, als je dat gewoon googelt, dan heb je er heel veel. 15.000 startbedrag, ja, dat is natuurlijk ook omdat ik niet alleen dividendaandelen heb, maar ook groeiaandelen. Dus daarom heb ik hier een lager bedrag dan mijn huidige portfolio. Dan de annual, dus jaarlijkse dividend yield. Ja, ik heb dus zowel groeiaandelen, dividendaandelen met een lage yield, dividendaandelen met iets hoger yield. Dus hier wil ik wat conservatief in zijn en deze niet te hoog hebben staan. Dan wat je verwacht qua dividend increase, dus dividendverhoging per jaar. 7% is denk ik niet zo heel gek getal. Nou, dan wat je jaarlijks bij gaat storten of bij gaat kopen qua aandelen. Hebben we nu op $5000 staan, dus iets minder dan $500 per maand. Dan heb je ook nog iets voor de price appreciation, dus de koerswinst. Dat maakt voor nu even niet uit en ik heb even ingesteld op 20 jaar. En op DRIP. DRIP betekent dat je het dividend wat je ontvangt, dat je dat weer herinvesteert. Ja, dan kom je op dit middelste grafiekje uit. Die is het belangrijkste voor nu. Ja, dan zie je dus als ik 1000 aan dividend wil ontvangen, dan is dat dus zo'n 12.000 aan dividend per jaar. Nou, waar kom ik uit op 12.000? Ongeveer hier, jaar 18. Dus stel 18 jaar vanaf nu. Ja, dan zit je op 2042, dus iets verder dan 2040, maar ja, ik wil het toch wel 2 jaar eerder zien te behalen. Nou, daarbij behaal ik het natuurlijk waarschijnlijk ook wel eerder, omdat je
maanden erbij hebt waarbij je meer dividend uitbetaald krijgt en maanden waarbij je minder dividend uitbetaald krijgt. En bij mij gaat het hier gewoon om dat ik gewoon in een bepaalde maand die $1000 behaal. Dus het kan zomaar zijn dat ik de maanden daarna op $600-$700 zit. Maar als ik maar in ieder geval één maand heb met minimaal $1000 in die maand. Ja, dan moet je dus wel richting de $12.000 per maand aan dividend uitkomen. Ja, en dan zit je dus wel hier als je deze grafiek volgt over ongeveer 18 jaar later. Dus zodoende ben ik op deze bedragen en deze doelen gekomen met deze jaartallen. Nou, behaal ik mijn doelen eerder, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. En anders denk ik dat het hele realistische doelen zijn op basis van de ingevoerde data die ik net liet zien. En als ik dan op mijn 50ste zo'n $1000 aan dividend per maand kan ontvangen, ja, dan is dat echt wel heel mooi in mijn ogen. Want naast het dividend heb ik ook heel veel andere passieve inkomstenstromen. Ja, dat hebben jullie in mijn vorige video kunnen zien met deze thumbnail. Waarin je zag dat ik $1900 aan passief inkomen heb ontvangen in 2024 met nog 2 maanden te gaan. Dus als je dan, laat zeggen, over zo'n 16 jaar $1000 aan dividend ontvangt, maar je krijgt ook $500 uit bijvoorbeeld een platform als NL Investeert. Ik investeer nog via PropChain, daar krijg ik nog $500 uit. Ja, dan zit je zomaar al aan de $2000. Dus dividend is niet het enige wat ik ontvang. Zo heb ik nog heel veel andere passieve inkomsten. Nou, wil je daar meer over weten? Check even deze vorige video. Wat ik in ieder geval voor de lange termijn wil doen. Wat je bij de dividenddoelen ziet. Maar ook bij die andere passieve inkomstenstromen. Is consistent deze balkjes steeds hoger laten worden. Wat betekent dat ik steeds meer geld ga ontvangen. Steeds meer passief inkomen. En zo dus steeds financieel onafhankelijker wordt en financieel vrijer. Wat voor mij vooral het belangrijkste is, dat ik over 15 tot 20 jaar kan zeggen, ik werk omdat ik het leuk vind en niet omdat het moet. En als ik dan wil stoppen met werken, dat ook makkelijk kan en ik daar geen zorgen om heb. Dus ik kijk echt naar de lange termijn en ik probeer daar heel consistent in te zijn. Nou, dat doe ik ook met mijn ETF's bij Trade Republic. Ik blijf daar iedere week in investeren. Dus bij deze ook weer even een update hierover. De laatste was zo'n 1,5 maand geleden. Dan zie je dat ik voor de All World ETF zo'n €1600 daarin belegd had. Ik stond 15,72% winst. Ja, inmiddels is dat ruim €1700 waard geworden met bijna 21% winst. En dan had ik op 27 september de All World High Dividend ETF bijna $1000 in belegd, 940. Dat is inmiddels bijna €1100, dus ook weer zo'n €150 meer in die 1,5 maand. En als laatste de Developed Markets Dividend ETF had ik €187 in belegd en nu 260. Dus die is ook met €80 omhoog gegaan. Dus ook hier weer consistent blijven, wekelijks in bijblijven, storten en bijblijven beleggen. En dan worden die potjes steeds hoger, de dividendbetalingen worden steeds hoger. En zo krijg ik steeds meer passief inkomen. Een andere vorm van passief inkomen, meer semi-passief inkomen, zijn mijn opties waar ik premie voor ontvang. Ja, bij IBKR heb ik de Deutsche Bank optie, waar ik net meer over uit heb gelegd. Hè. Dus op basis van de grafiek hier heb ik deze put optie verkocht. Ja, en ik laat die ook gewoon tot aan de expiratiedatum lopen. Want het aandeel staat nu op iets meer dan $17. Mijn uitoefenprijs is $17. Dus ik wil ze best voor $17 aankopen, die aandelen. Want dat ligt onder deze aankoopprijs van $20. Wat deze groep adviseert. Dus dat gaan we zien op 15 november volgende week. Wat er gebeurt met die put optie en of die aandelen toegekend krijgen of niet. Zo niet, dan heb ik weer lekker premie ontvangen en ga ik gewoon weer opnieuw deze put optie verkopen. Dan 2 andere opties bij de Giro. Die lopen tot 20 december.
ABN voor 15 euro en KPN voor 3,70 euro. Bij elkaar 60 euro aan optiepremie daarvoor ontvangen. En voor KPN ben ik nog aan het loeren op een nieuwe put-optie. Want deze is 3,70 euro zoals je ziet. Als we kijken naar de grafiek, dan zie je dat we op 3,60 euro ongeveer zitten nu. Ja, dat zit in deze hele sterke supportzone. Ja, en wat je dan bijvoorbeeld ook nog als extra confirmatie ziet, is deze 200 moving average die ook op dit moment op die supportzone zit. Dus de kans dat de prijs hier support gaat vinden is daarmee groter. Daarnaast zie je dat het aandeel al vrij oversold is op de daily grafiek, dus op de dagelijkse grafiek. Kijken we naar de wekelijkse grafiek, dan zie je dat die ook al richting oversold gaat. Dus ja, gaat het aandeel nog ietsjes dalen, dan zit je hier op de wekelijkse grafiek ook al op oversold. Wat betekent dat de koers hoogstwaarschijnlijk weer support gaat vinden en weer gaat stijgen. Dus wat ga ik doen? Als de koers nog ietsjes daalt, dan ga ik nog een put optie verkopen hier op 3,50 euro. Nu heb ik dat nog niet gedaan omdat de optiepremie nog niet zo heel veel is wat je daarvoor krijgt. Ik denk als die naar de 3,55 gaat dalen, dan is de premie die je krijgt voor de uitoefenprijs 3,50 best wel leuk. En dan ga ik dus die extra put optie verkopen op het aandeel KPN. Dus dat is even het plan voor nu en het plan voor de toekomst met deze doelen. En daar wil ik deze video ook weer mee afsluiten. Dus dank jullie wel voor het kijken. Mocht je dit een leuke video vinden, geef even dat duimpje omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Wens ik jullie voor nu nog een fijne dag en zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Ciao!